Welkom op de laatste balkonvrees nummer 77. Al 3 maanden lang bijna zijn Vanessa en ik filmpjes aan het opnemen voor op ons balkon. En dit is de laatste keer. Het is mooi geweest. En we dachten, die doen we gewoon samen. We hebben alle twee een tekst. En ik zal beginnen met de mijne. Dit is elkaar. Waar liggen indrukken die we maakten, nu alweer begraven? De blikken die we wierpen, aandacht die we trokken. Hoeveel lippen die ik kuste, bestaan niet meer. Welke woorden die ik ooit sprak, reizen er nog rond in je brein? In welke kleur verkleuren ze en geuren ze? Of zweven ze zomaar ergens rond, oor in, oor uit? Wie ademt deze loze klank en uit? Wat als niemand de afdruk die mijn schoenen maakte als gegoten past voor middernacht, wanneer de aarde even zucht om alle sporen van alle personen, ik ken jullie, wij en zij, wellicht ook jij. En alles zoomen, je kan er miljoenen keren mee naar de maan en terug, mocht je willen. Het is een wilde die weegt, die de wereld wel eens te veel. Wanneer het waait, moet ik aan je denken. En wie weet jij ook aan mij. En elke storm brengt al wie ooit was en wie is wat dichterbij. Elkaar. Mooi, Gert. Dankjewel, Vanessa. Ik bedacht dat dit onze laatste balkonvrees is en geen van ons zit op zijn of haar balkon. En in mijn, voor mij is dat, de reden is heel simpel. Ja, het is ook aan het stormen buiten natuurlijk, maar ook ik heb geen internetverbinding op mijn balkon. Dus dat is inderdaad een beetje jammer. Ja, zwaar. Kijk, balkonnenvrees, we zijn bang geworden van ons balkon. Sorry. Zelfs van ons balkon. Mijn tekst is er één die ik al gebracht heb tijdens deze cyclus van 76 voorgaande dagen. Maar ik vind hem best wel mooi, in zekere zin echt gewoon bij jouw tekst. Dus ik breng hem graag nog een keer. Ik ben heel benieuwd. Tijd. Ik wist niet dat tijd zich verdubbelen kon. Een exponentiële groei bij elk nieuw vetel. De tijd tussen muren. Dagen in een straal van 10 uren te vullen met, ja, met wat? Met uitreiken naar wat ver en onaanraakbaar nu. Met zoeken naar een stem die de ruimte vult tussen onszelf en het bed, de keuken, de kamerplant. Verbod op zitten, elders dan onze sofa. Lopen, in beweging blijven, niet wegzakken op een bank, in een gedachte, een gevoel. Wij zochten niet, wij vonden. Terwijl onze ruimte zich vulde met elkaars afwezigheid. Jawel, wij zaten en zonken weg, zonder enig erg dat een krijtlijn werd doorkruist. Hoe peil je 1,5 meter aan onzichtbare materie? En de tijd verdubbelde zich. De tijd van wachten tot muren worden gesloopt, lijnen uitgeveegd, tot wij weer naar andere mensen, tot wij weer naar elkaar. Wij, elkaar. Die is heel herkenbaar natuurlijk. Ik denk voor iedereen tijdens deze moeilijke periode. En inderdaad, die past mooi bij mijn tekst. Bij deze denk ik dat dit symbolisch de laatste balkonvrees was en dat de virtuele muren bij deze worden gesloopt. En dat de volgende keer dat wij weer live naast elkaar op het podium staan of zo. Absoluut. De volgende keer dat we dit doen of iets zoals dit, zal in het echt zijn. In de fysieke wereld. Geweldig. Er staat hij nog. We zijn
Wij zijn alle twee een beetje geschift, denk ik, om dit zo lang te hebben volgehouden. Maar ik ben super blij dat we dat gedaan hebben. En ik ben ook heel trots op u dat je dat ook hebt volgehouden. Het is een beetje krankzinnig. Maar kijk. Kijk. Ha! Allee, dat is zo afscheid. Dat is echt afscheid nemen, hè? Ja, ja, ja. Ook van de kijkers thuis. De kijkers thuis? De kijkers thuis. Afscheid moeten nemen. Bedankt om te kijken, al die dagen lang. Nodig ons uit. Nodig ons uit in uw huiskamer, in uw tuin, denk ik nu spontaan, Gert. Zo van, nodig ons uit en dan komen wij gewoon live van alles doen en brengen. En... voilà. Dat lijkt me een heel goed idee. Je mocht tot 200 mensen gaan of zo, dus ik denk dat we daar niet aan komen. Dus we zijn coronaproof. Tot in het echt, iedereen. Ciao.